Tijdens de afstandslessen vanwege het corona hebben jullie in week 5 en 6 het verschil tussen wit vlees en rood vlees moeten opzoeken. Vandaag gaan we het vooral hebben over wat wit vlees eigenlijk is. We beginnen met wat is wit vlees? Waar situeren we het in de voedingsdriehoek? Is wit vlees wel gezond? We gaan het hebben over de voedende waarde van wit vlees, de verschillende soorten wit vlees dat er zijn, hoe dat we wit vlees het beste kunnen bewaren en wat wit vlees gemeenschappelijk heeft met wild. Wat verstaan we nu onder wit vlees? Is vlees dat afkomstig is van kippen en andere gevogelte, met andere woorden, dieren die eieren leggen. Zoals dat je kan zien, enkele voorbeeldjes zijn een kip, een kwartel, een tamme gans, een wilde eend, een struisvogel, een kalkoen of een parelhoen. We kunnen ook, dus onder wit vlees verstaan we vlees dat afkomstig is van kippen en andere gevogelten, met andere woorden, dieren die een ei leggen. Ook kunnen we enkele wildsoorten plaatsen bij wit vlees, en dat zijn dan voornamelijk een wilde eend of een fazant, omdat die ook eieren leggen. Waar situeren we nu wit vlees eigenlijk in de voedingsdriehoek? Er zijn eigenlijk geen aantoonbare negatieve effecten voor onze gezondheid bij wit vlees. En de milieu-impact is minder dan bij rood vlees. Daarom staat wit vlees in de lichtgroene zone van onze voedingsdriehoek. Dus de kleur hebben we net gezegd, is de lichtgroene zone. De oorsprong is de dierlijke oorsprong. Het effect op onze gezondheid is matig tot een gunstig effect. We noemen dit ook wel eens het neutraal effect. Waarom wordt wit vlees kleiner afgebeeld? Van wit vlees moeten we minder eten, omdat deze qua voedingswaarde minder goed is voor onze gezondheid. Waarom? Het bevat namelijk verzadigde vetten. Verzadigde vetten, zoals dat we weten, zijn onze slechte vetten. En die gaan ons zijn LDL-cholesterol en dat gaat ons cholesterol doen stijgen. Nu gaan we even bekijken of dat wit vlees gezond is voor ons lichaam, ja of nee. Hebben we twee redenen voor. Het is zowel gezond als ongezond voor ons lichaam. Ten eerste, wit vlees is gezond omdat het een bron van eiwit is, vitamines B1, B2, B6 en B12. Je weet, B12 kunnen we alleen maar verkrijgen uit dierlijke producten. En minerale zouten, bijvoorbeeld zink, ijzer, fosfor en selen. Het wil wel zeggen dat je niet mag overdrijven met het eten van vlees, maar daarover zien we straks wat meer. Waarom is wit vlees ongezond voor ons lichaam? 1. Ze leveren weinig energie, zoals dat je kan zien, en bevatten slechte vetten. Slechte vetten, dat zijn de verzadigde vetten, en die gaan ervoor zorgen dat ons LDL-cholesterol in ons lichaam gaat stijgen. Wat wil dat zeggen? Dat we meer kans hebben op hart- en vaatziektes. Wit vlees, gezond of niet, is afhankelijk van 1. Het vetgehalte van het vlees en 2. De bewerking van het vlees. Wit vlees kan ook bewerkt zijn. Dit wil zeggen dat ze gerookt, gezouten of gedroogd werden om de smaak of de houdbaarheid te beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn charcuterie zoals kippenwiet, kippensalami en zo verder. Vers bewerkt vlees waaraan zout en additieven zijn toegevoegd, zoals kippenspek, behoren niet tot de lichtgroene zone, maar tot de rode zone, omdat ze zwaar bewerkt zijn. Dus afhankelijk of dat je vlees bewerkt is of niet, is het gezond voor je lichaam of niet. Zoals dat jullie weten, krijgt altijd de voorkeur van wit vlees, bijvoorbeeld het vers vlees, zoals een kalkoenborst, kip, kippenborst, kippenbouten, soepkip, struisvogelfilet, struisvogelsteek, duif of wildgevogelte, zoals bijvoorbeeld fazant of eend. Voedingsmiddelen die geen voorkeur krijgen of die dat we in de grijze zone plaatsen, dat is dan voornamelijk orgaanvlees, gepaneerd vers wit vlees, zoals bijvoorbeeld een kippensnitzel, vers gehakt en gehaktbereidingen, zoals bijvoorbeeld kippengehakt en kippenworst. Waarom? Omdat er toch al wat kruiden zijn aan toegevoegd. Wat voornamelijk in de rode zone zal belanden bij wit vlees, zijn de bewerkte vleesproducten. Zoals bijvoorbeeld kippensalade, kippennuggets, kippenham, kalkoenham en kalkoensalami. Omdat deze dan uiterst bewerkt zijn natuurlijk.
We gaan het hebben over de duurzaamheid van wit vlees. Is wit vlees duurzaam, ja of nee? Dat is zowel duurzaam als niet duurzaam. Waarom is het wel duurzaam? Wit vlees is milieuvriendelijker dan rood vlees, omdat deze dieren minder het milieu belasten, zoals bijvoorbeeld hun uitstoot van methaangassen. Waarom is wit vlees niet duurzaam? Het dierenwelzijn van geboorte is slechter dan bij rood vlees, omdat kippen slechter behandeld worden. Denk maar aan de batterij en de legkippen, zoals dat we gezien hebben bij het thema eieren. De veeteelt weegt zwaar op het milieu, slecht voor de opwarming van de aarde. De bodem en het drinkwater gaan dan ook vervuild worden. Dus onze kippen of ons wit vlees is ook niet zo duurzaam voor het milieu. Als we vlees consumeren, moeten we altijd de volgende punten in ons achterhoofd houden. Bijvoorbeeld, kies voor bewuste vleesconsumptie. Met andere woorden, minder vlees eten, maar van betere kwaliteit. Bijvoorbeeld, biokip kopen. Kies voor vlees uit eigen land. Zo steun je de pluimveeboeren uit België. Hoeveel wit vlees mogen we per week eten? Dus eigenlijk, we mogen wekelijks 2 tot 3 keer wit vlees eten. Maar zoals al juist gezegd, niet overdrijven met de hoeveelheid van je vlees. Bewerkte vleessoorten afkomstig van wit vlees eten we het best zo weinig mogelijk vanwege de vele bewerkingen. Bijvoorbeeld het drogen, het roken, het zouten. Zoals dat we straks hebben gezegd, je kan beter een stukje kipfilet eten in plaats van een kippenworst. Of charcuterie, kippenwit bijvoorbeeld. Wat is er nog? Zoals dat je hier kan zien, verkiezen we het wit vlees boven ons rood vlees, omdat ze qua voedingswaarde beter zijn. Wit vlees bevat minder verzadigde vetten dan rood vlees. Als je een stuk vlees kiest, dan denk je het best aan het vetgehalte. Ga voor magere verse vleessoorten en niet voor de bewerkte variant zoals worst, hamburger en gehakt. Want deze bevatten meer vet en hebben meer bewerkingen ondergaan. Zoals dat je hier kan zien, is het eigenlijk, je kan beter voor een gekookte of een gestoomde kipfilet kiezen dan voor bijvoorbeeld chicken wings die dat gemarineerd zijn en gefrituurd zijn. Waarom? De gemarineerde en gefrituurde chicken wings gaan in de rode zone horen, terwijl dat onze gestoomde of gekookte kipfilet veel meer van zijn voedingswaarde behouden heeft. Het volgende. Afhankelijk je hoeveelheid vlees dat je eet. Beperk het eten van vlees tot 1 maaltijd per dag. Voor de rest kan je variëren met vis, ei of vleesvervangers. Ook moet je portie niet te groot zijn. Het moet niet de helft van je bord vullen, maar het moet maar 1/4 vlees zijn van heel je bord. Nog even kort herhalen. We eten 2 tot 3 keren wit vlees per week. Wit vlees verkiezen boven rood vlees. Denk aan het vetgehalte en liefst beperken tot 1 maaltijd per dag. Goed, nu gaan we het even hebben over de voedende waarde van wit vlees. Voedingsmiddelen uit de voedingszone met dierlijke voedingsmiddelen, namelijk de lichtgroene zone, leveren veel eiwitten en belangrijke mineralen en vitamine zoals ijzer en vitamine B12. Je hebt er minder van nodig dan van plantaardige voedingsmiddelen, omdat de voedende waarde juist zo goed is. Zoals dat je weet, de dagelijkse behoefte aan eiwitten zijn voor jongens van 15 tot 17 jaar tussen de 52 en 58 gram eiwitten per dag. Voor meisjes tussen de 15 en 17 jaar ligt dat iets lager tussen de 46 en de 48 gram eiwitten per dag. Als we gaan vergelijken hoeveel dat we nodig hebben dagelijks en hoeveel eiwitten dat wit vlees ons levert, dan gaan we zien dat ze veel eiwitten leveren, ongeveer de helft van de dagelijkse hoeveelheid eiwitten dat we nodig hebben. Goed, zoals dat jullie hier kunnen zien, staat de verbetersleutel erop. Verbeterpagina 101, 102 aan de hand van deze informatie. Goed, opdracht. Op pagina 102, opdracht Wat krijgt de voorkeur, zie je hier ook de verbetersleutel. Zoals dat jullie weten, mag je deze ook verbeteren. Als je een fout hebt gemaakt, schrijf je de kleur er gewoon achter. In de rode zone horen vooral producten thuis die ultra bewerkt zijn, die dus onnodig zijn. Voorbeeldjes hiervan zijn spek, kippennuggets, kalkoensalami, kant-en-klare kipkrokant, vleeskroket, pâté, vleessalade of ringworst.
In de grijze zone plaatsen we dan bijvoorbeeld orgaanvlees, gepaneerde versies en verse gehakt of vers gehakt bereidingen. Zoals bijvoorbeeld kippenlevers, gepaneerde kipfilet, kippengehakt, gehaktballetjes, cordon bleu of blinde vinken. Bewaartechnieken zoals roken, zouten en frituren zorgen ervoor dat wit vlees moeilijk verteerbaar wordt en gaat een groot verlies aan voedingswaarde leveren. Pagina 102 ook verbeteren aan de hand van deze informatie. Dan gaan we over naar de verschillende soorten wit vlees. Eerst en vooral gaan we het hebben over de soepkip. Wat is eigenlijk een soepkip? Is een kip van 1 jaar oud die eigenlijk geen eieren meer legt. We gebruiken het in zijn geheel, voornamelijk in bouillons of in waterzooi. Technieken voor een soepkip zijn koken en trekken in een bouillon. En een soepkip weegt ongeveer tussen de 1 à de 2 kilo. Het tweede is een poularde, is een volwassen kip die door speciale voeding vetter is dan een gewone braadkip, waardoor dat die smaakvoller gaat zijn. We gebruiken die in zijn geheel of je kan deze ook fileren in filets of in bouten. Technieken hiervan zijn braden en bakken in de oven of in de pan. Ongeveer het gewicht van een poularde is 1,2 kilo. We gaan het nu hebben over de braadkip. Dat is eigenlijk een volwassen kip tussen de 6 en de 8 maanden. We kunnen ze volledig gebruiken, fileren in bouten of in filets. Technieken hiervan zijn bakken, braden, grillen en koken. Het gewicht van een braadkip is ongeveer 1 tot 1,2 kilogram. Dan gaan we het hebben over een piepkuiken. Piepkuik is eigenlijk een jonge kip tussen de 6 à 8 weken oud. Het voordeel van een piepkuik is dat ze zeer mals vlees hebben. We gebruiken dit voornamelijk omdat ze zo klein zijn, volledig. Technieken die dat we erbij kunnen toepassen zijn braden en grillen. En het gewicht is ongeveer tussen de 250 en de 750 gram. Dan gaan we het hebben over de maïskip. Dat is deze kip. Zoals dat je ziet, het verschil is dat het een hele gele kleur heeft, het vel eigenlijk. En dat wil zeggen omdat die gevoed is met maïs. We gebruiken die volledig. We kunnen die ook fileren in bouten en in filets. Technieken van een maïskip zijn bakken in de oven, grillen, op de barbecue, fondue of op de gourmet is dat ook een zeer gebruikelijke kip. Het gewicht van een maïskip is ongeveer tussen de 700 gram tot 1,3 kilo. Dan gaan we het hebben over een kipfilet. Dat is eigenlijk het borstvlees van de kip. We gebruiken het voornamelijk in de filets. Je kan het versnijden in kleine blokjes of in reepjes. In de technieken die dat we hiervoor gebruiken zijn bakken in de pan of oven, grillen. Ook wordt het gebruikt op de barbecue, de fondue of het gourmet. Nu gaan we het hebben over de kippenbuit. Dat is deze. Dat is eigenlijk de achterpoot van de kip. Meestal fileren ze dat in bouten. We kunnen dat bakken in de pan of in de oven, grillen. Ook op de barbecue, fondue en gourmet is het een gebruikelijke stukje vlees. Een kippenbuit weegt ongeveer een 350 gram. Dan gaan we verder met onze kippenvleugel. De vleugel van de kip eigenlijk. We kennen dat voornamelijk als snack. Het wordt zowel gebakken als gefrituurd. Een kippenvleugel weegt ongeveer een 100 gram. Dan als laatste gaan we het hebben over onze kippenworst. Is eigenlijk kippengehakt. We bakken het voornamelijk in de pan of in de oven of op de grill of de barbecue. Een kippenworst weegt ongeveer een 75 gram. Waar kunnen we het beste wit vlees bewaren? In de koelkast en in de diepvries. Rauw gevogelte bewaren we het best op het onderste schap. Koel, omdat het daar tussen de 0 en de 2 graden is. Zo voorkomen we bederf en kans op besmetting met salmonella. Rauw gevogelte kunnen we het best maar 2 dagen bewaren in de koelkast. Bereid gevogelte is een ander verhaal, dat mag een schap hoger. En kunnen we 3 tot 4 dagen bewaren. Waarom? Omdat het al bewerkt en bereid is. Wel een voorwaarde hiervan is dat het goed afgedekt is. In de diepvries bewaren we het best rauw gevogelte. Een 9 maanden bereid gevogelte zullen we het beste een 3 maanden bewaren. Als je wit vlees gaat aankopen, altijd de THT-datum controleren en de bewaartips in acht nemen die op de achterkant van de verpakking staan.
Op pagina 104 staat er een artikel in verband met de voedselveiligheid versus wit vlees. Zoals dat jullie weten, rauw vlees kan bacteriën bevatten die ons ziek kunnen maken, bijvoorbeeld salmonella, en daardoor krijgen we een voedselvergiftiging. Enkele tips die we bij het verwerken of bereiden van vers rauw vlees moeten in acht nemen om salmonella te voorkomen zijn: voorkom kruisbesmetting. Hoe gaan we dat doen? Rauwe en vuile zone goed afscheiden van elkaar. Bijvoorbeeld geen gebakken stuk vlees op een plank leggen waar dat je nog rauwe groente of rauw vlees op aan het versnijden bent. Hygiënisch handelen tijdens de bereidingen. Wat willen we daarmee zeggen? Een goede hygiëne in acht nemen. Was je handen tussen de verschillende handelingen van het bereiden van je gerecht. Werk op een proper werkvlak. Reinig elke keer het gebruikte materiaal of materieel. Als derde tip, vlees voldoende verhitten, boven de 70 graden. Waarom? Dan worden onze bacteriën gedood. Pas wel op dat je niet te hard je vlees gaat bakken, want dan komen er paks vrij en die zijn kankerverwekkend. Verbeter nu pagina 104 aan de hand van deze informatie. Wild versus wit vlees. We weten, wild afkomstig van dieren die een ei leggen, behoort tot de voedingsgroep van wit vlees. Voorbeelden hiervan zijn wilde eend, fazant en een gans. Wild is eigenlijk een verzamelnaam voor dieren die in het wild leven, zelf hun voedsel zoeken en waarop door de mens wordt gejaagd. De typische wildsmaak is het gevolg van de levenswijze in de vrije natuur, de voeding en de hoeveelheid beweging die deze dieren hebben gehad. Verbeter pagina 107 aan de hand van deze informatie. Controleer of dat al je kruisjes goed staan. En dan is dit het voor deze week in verband met wit vlees. Veel succes bij het maken van de herhalingsvragen. En als er vragen zijn, dan mag je gerust een mailtje sturen of deelnemen aan de live sessie.